Had je verwacht dat het zo sterk ging gaan in de eerste ronde? Nee, nee. Want je zou in de klas natuurlijk beter opletten, want als je je lessen zo goed kent als dit spel, dat zeggen ze dan thuis. Ja. We gaan eens zien of je het eindspel ook goed kan. Kom met ons mee. Het eindspel. Had je verwacht dat je ze ging winnen? De tweede ronde zag ik het niet meer zitten eigenlijk. Want ik zei het, ik bedoel er absoluut niet om je te pesten, dat je de kampioen was van de foute antwoorden, de foute woorden in de tweede ronde. Want dat is een heel goede tactiek, want je weet nooit hoeveel onmogelijke woorden er in dat grote groene boek staan. Hè? Foute combinatie gekozen. Ja, het was wel moeilijk. Ja. Hè? Maar dan met snappen, toch die 20 punten. Ja, ik had het eerst niet gezien, maar dan in één keer zag ik het. Ja, ja, ja. We zitten goed op weg. Hè? We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. En we gaan eens proberen om jou te helpen naar de 50.000 frank. We zien er een been in, hoop ik. Jij toch ook? Ja. Voor 5.000 frank, met deze letter. Bende. En dat is goed, jawel. En snel, snel, snel. Ik had nog niet eens gekeken op mijn briefje. Goed, wat gaan we doen? We gaan je 59 seconden aanbieden. We gaan van 5 naar 10.000 frank. En we gaan vragen of je doorgaat. Ja. Dat doe je. Dan kijken we of ze een nieuw woord kan vinden. Bieden. Wow. Niet echt moeilijk, hè, Annick? Nee, het zal wel moeilijker worden. Dat kan ik mij ook wel inbeelden, want been, bende, bieden, dat ligt allemaal relatief kort bij elkaar. Zeker voor mensen zoals jij, die dit spel goed in de vingers hebben. Toch maar proberen? Ja, toch maar want proberen. Je staat nu nog steeds op 59 seconden. Kan dat wel? Je hebt slechts een fractie van een seconde nodig om een lang woord uit te spreken. Goed. De 20.000 frank, de inzet? Ja. We zijn vertrokken. Dit is de letter. Boeiden. Ik kan iets luider spreken. Doenbi. Nobide. Bodeien. Bodeien. Bonide. Nog een halve minuut. Ik had een Hollandse zanger en voeg er een lettertje bij aan het einde. Boeiend. Boeiend is goed, jawel. Aan welke Hollandse zanger dacht je? Rob de Nijs? Nee. De Nijs. Ja. Dat had niet gekund, hè. Was dat de hulp die je nodig had? Toch wel, een beetje, toch wel. Frank Boeien. Vind je dat goed? Ja, jij die naar veel muziekjes luistert. Ja, toch wel. Aan het einde van elk nummer begint hij ook zo te joh, oh, joh, oh. Dat vind ik altijd zo vreemd. Wat doet hij daar toch mee? Frank Boeien, op 21 seconden sta je nu, Annick. We zullen proberen, hè. Ja? Ja. Het is inderdaad niet makkelijk gebleven, hè? Nee. Hopelijk voor jou lukt het nu. We duimen voor Annick. 50.000 frank. Spreek luid op, spreek. Zeg wat. Denboel, nietboel. Dienboel. Dit is ontzettend jammer. Ja. Dit is verschrikkelijk jammer, want je zat met die boel een beetje in de goede richting, maar je weet, ik mag niet helpen bij het laatste woord. Want anders had ik kunnen zeggen, ja, dit is de goede richting, doe er nog wat bij, voeg er nog wat voor. Denk aan al hetgeen in een huis staat. Inboedel. Inboedel natuurlijk. Vrijelijk, ja. Het was niet makkelijk. Nee. Het was niet makkelijk. Dus de 50.000 frank gaan niet naar Wezenbeek op. Althans niet naar jou. Ja. Ze blijven bij ons. Maar je krijgt toch nog het een en ander. Kijk eens mee. 8.400 frank uit de eerste ronde. Gedeeld door 2. Want je weet dat dat een nieuwe regel is. 4.200 frank. Hou je nog over. Toch de moeite om eens naar hier te komen. En ik vond je een heel erg sterke kandidaat. Annick, bedankt. Tot ziens. Ja, dank u. Ja, 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 wat een teleurstelling vandaag in topscore. Hè? Johan die dan voor de derde keer speelt, de reis naar Egypte mist. En Annick die dan net struikelt over inboedel. Ja, het is nu eenmaal zo. Volgende aflevering dus 2 nieuwe kandidaten. En hopelijk kijkt u dan weer opnieuw om 6:30 op TV1. Tot dan. Dag.
Binnenkort wordt de nieuwe reeks van het taalspel Topscoren met Ben Krabbe opgenomen. Wie graag een van deze opnamen wil bijwonen, kan gratis kaarten bestellen bij de dienst openbare uitzendingen op dit nummer 02-741-5160. De opnamen zijn gepland van dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 oktober, telkens om 10:30 in de voormiddag en om 14:30 in de namiddag. Zelfstandige, dat word je niet. Dat ben je. Zin voor kwaliteit en service zitten in het bloed. Daarom bent u graag klant bij zelfstandige ondernemingen. Omdat u kiest voor keuze en specialisatie. Op 25 september vieren wij uw klantentrouw met de dag van de klant. Met een grootse wedstrijd, open deurdagen en miljoenen attenties waarmee wij u persoonlijk danken. De dag van de klant, op zaterdag 25 september. Ook op TV1. Beste dromers, voor het eerst gunnen wij u een blik in de geheime werkplaats van de Droomfabriek. Hier worden de machines opgewarmd, want in januari zijn we er weer. Wint u een van deze ballons, dan wordt een droom misschien werkelijkheid. Ook de nieuwe stickers zijn klaar en ze zijn gratis te verkrijgen in alle verkooppunten van de Nationale Loterij. Kleef die sticker op uw wagen of op een andere opvallende plaats. Want zo maakt u kans op een paradijselijke droomreis voor twee personen. Vanavond op TV1, de Paradijsvogels. Oh, dat is die eerste niet, die vandaag van een staken valt. Om 21:50, Rescue Me, de noodkreet van een jonge dame die in haar nieuwe vriendje een goed loper ontdekt. Om 10:30 vandaag en speciale aandacht voor de Belgische voetbalcompetitie. En om 11:05 krijgt Nick last van hoofdpijn. Tropical Heat vanavond op TV1. En gisteravond werden we getrakteerd op een uitstekend staaltje tapdansen van Melanie. Misschien kan Harold Melanie inhuren, want hij is op zoek naar een aantal danseressen voor zijn verkiezingscampagne. En dan is er ook het tweelingsmeisje Christina. Zij zorgt voor een leugen om bestwil in Buren.